Zoveel informatie overal. Wat het lastig kan maken, maar ik maak het mezelf niet moeilijk of zo. Het is. Kan er niet omheen. Hoe spiritueler, hoe magischer het uiteindelijk ook wordt. Maar hier in het fysieke, met mijn mind en met mijn intuïtie, tot dromen, nachtmerries. De vierde dimensie en de astrale werelden. Tot het purgatory, de aidsfeer. Tot wel naar 5D en in pleuroma van alles terechtkomen. De out-of-body experience, het reizen met de spirit. Andere mensen in dromen komen. Al die inceptions. Net als hier al in de Matrix. Proberen ze zoveel te manipuleren. Dus moet er weer een heleboel onderscheid gemaakt worden ook. Het shapeshift wat ook gewoon bezig is. Met sommige dingen is het dan. Is dit alien? Is dit demonisch? En zie ik het wel gewoon, de Koran, de Bijbel, en de Tanakh en weet ik het allemaal, tot aan Zeus. Het is allemaal heel veel, maar het is wel allemaal ik, een onderdeel van ik. En wanneer je niks bent, wanneer je alles bent, dat het omni aan het worden is. Wanneer het gaat van Demon Gorgon tot aan Sananda, wanneer er allemaal andere tijdlijnen zijn, wanneer het dimensies, interdimensionaal, wanneer de kwantum, dus ook parallele universums en noem maar op. Met sommige dingen echt. Het is onderscheid maken, overal mijn intuïtie opgooien. Alles proberen te begrijpen. Na mijn laatste video, de vijanden overal. Tot, wie kan je wel vertrouwen hier dan? Maar, wie kan je wel vertrouwen in het hiernamaals? En mensen die in limbo hangen, of Tomorrowland, of hoe je het ook wil noemen. Zou je dan denken dat hun die in de hemel terecht zijn gekomen, dat je die wel kan vertrouwen. Maar waar zijn we nu weer met de spirit aan het reizen? Met een heleboel dingen, maar even aan de loop laten. Een paar dingetjes opgooien, kijken hoe de rest er weer op handelt. Met bepaalde informatie komen en kijken of dat ook weer gekopieerd wordt. En hoe kleuren het dan in? En is het dan weer psychologische reversals? Is mensen willen in mijn schoenen lopen, dus is dit waar het wel om draait? Of is dit weer om alles en iedereen en mij ook te misleiden? Is het echt iets. Een overleden tante van me, die me dan vertelde dat ik 10 maanden in coma heb gelegen. Dat toch wel ook iets lijkt met verdrinken, of misschien wel verzopen worden, bij wijze van spreken. Maar hoe lucid? Ah, niet lucid, want dan ben je wakker. Hoe noem je dat ook? Hoe vivid het ook allemaal is. Ja, want elke droom, elke astrale, elke de spirituele realms, is allemaal voor mij net zo echt, net zo levendig, bij wijze van spreken, als hier het fysieke 3D het wereldse. Net is dat je gewoon hier niet alles kan onthouden. Ja, wat heb je vorige week gedaan? Weet jij van een maand geleden nog wat je de hele week heb gegeten,
is tijd is daar zoiets anders. Twee uurtjes, elke twee uur, eerder was het elke 2,5 uur, is er wel een andere droom, een andere reis. Hier in bed. Want daar al duurde het echt, de ene keer duurt het wel 6 uur of 10 uur of misschien wel langer. Dus dan word je wakker en dan moet je 10 uur invullen terwijl je maar 2 uur bent weg geweest. Ja, dus wat kan je dan allemaal onthouden? Wat is er dan nog meer verteld? Nou, dat komt dan weer niet naar boven toe. Is er echt zoveel waar ik maar mee bezig moet zijn? Is er echt zoveel hekserij, zoveel zwarte magie, zoveel mensen aan het acteren, weer zoveel mensen aan het liegen? En blijft het ook maar doorgaan? Ja, want justitie, ja, waar blijft de Rijksrecherche? Wanneer wordt al die corruptie aangepakt? Ja, blijkbaar moet er dan gewoon nog meer omhoog komen. Moet ik me nog meer zien te herinneren. En zat ik ook even door andere... Het zijn echt tussen de 6, ik denk dat we nou al op 650 dromen die dan op voice recorder staan. En ik heb misschien maar 70% heb ik ook op de voice recorder gezet. En van die 30% kon ik mijn heleboel gewoon te weinig herinneren. Of... heb ik gewoon niet de voice recorder gegooid. Maar heb ik dan wel weer in video's besproken. Echt, ze zouden hem echt opgesloten hebben. En tegelijkertijd lijkt het ook wel... dat daar maar wel iets of iemand op mijn pad zou komen. Of dingen misschien wat sneller waren gegaan ook. Dus misschien was het niet zozeer uit bescherming dat ik niet in een gevangenis ben gekomen, maar is iemand anders voor mijn gevangenis ingegaan om me gewoon iets af te nemen of weer een zielsverbinding dat die niet op mijn pad komt. Want ze zijn echt met waarzeggerij bezig, met Ouija-boards. Ze zijn echt... van alles aan het manipuleren. Het is echt het spioneren, wat niet alleen met hacken is, maar ook gewoon op spiritueel niveau. Ja, met hun astral travel, de waarzeggerijen, noem maar op. Ja, waar niemand in gelooft, maar wel miljoenen praten over het, op het internet. Ja, wanneer je uiteindelijk die dingen aan het ervaren bent. Je zegt, de wereld die is magisch aan het worden. En daarin is zoveel goed, maar ook zoveel kwaaie entiteiten, zou je bijna zeggen. Maar mensen hebben wel een vrije wil. Een heleboel is gewoon bewust bezig met die smerigheid. Maar awareness, die doet het wel. Ja, mijn intuïtie, mijn mind... Maar mijn bewustzijn, daar zit zoveel. Mensen die hun trauma's bij mij willen neerleggen. Zoveel aan het hekserijen. Dat lijkt wel die 10 maanden dan, als dat. Voor hoever dat klopt. En wat weet ik dan niet? Of wat hebben ze veranderd? Hebben te maken met mijn botontsteking? Is het langer geweest dan een maand in het ziekenhuis liggen? Of heeft dat gewoon weer extra trauma's en pijn, ook wel angsten en zo? Ben me opgeroepen waardoor ik gewoon vergeten ben wat daarvoor eerder of zo in mijn leven heb afgespeeld.
Maar echt, het zegt, ze zijn alles op alles aan het gooien om het te vernietigen of zo. Alles op alles om dingen voor me te verpesten. Maar ik zie ook dat daardoor voor een heleboel andere mensen dingen ook verpest worden. Een heleboel mensen die ook geen idee hebben waar ze medeplichtig aan raken, betrokken bij raken. Allemaal mensen die karma oplopen, tot de gewoon mensen die hun ziel aan het verliezen zijn. En dan vorige levens, die zoveel inkleuren, met wat daar blijkbaar wel gelukt is, en ze nu weer vorm hadden willen geven. Zeker, sommige vorige levens lijkt net een resetje. Zien dingen er gewoon eventjes iets anders uit, zoals bijvoorbeeld het winkelcentrum hier in de Risdam. Dat heleboel, we hebben verbouwingen gehad en het ziet er anders uit nu. Ja, dat het gewoon niet te maken heeft zozeer met het geheugen van nu, maar meer het geheugen van daar ook is. Ja, mensen die echt me spiritueel ook ergens of opgesloten in een huis naar hel brengen, weet ik het allemaal. Het is zoveel triggers wat ze aan het oproepen zijn. Hè, trauma's uit mijn kinderjaren en hopen dat ik daarin in verdrink of weer in verlies of zo. Een heleboel is ook gewoon symbolisch. Net als die krab en die kreeft, die ook weer iemand gevangen aan het houden is. Wordt zoveel geblokkeerd. Zoveel aan het rommelen met de energie. Aan het fokken met de energie ook. Het is echt... Ook abilities willen tegenhouden en blokkeren. Zorgen dat dingen niet ontwikkeld worden of zo. Tegelijkertijd is het alleen maar pushen. Ja, net als dat ze graag willen dat ik hun vijand ben. Terwijl ze zelf het hele leger mij het lastigvallen. En dan doen alsof ik in mijn eentje dat hele leger aan het lastigvallen ben. Waar een heleboel mensen al lang kunnen zien. Wow, dit is al lang geen 1 plus 1 is 2 meer. Dus kunnen gewoon zien de smerigheid die bezig is. Die doen alsof ze 5D zijn, maar hun intuïtie doet het niet. Ze hebben zogenaamd niet door wat er allemaal afspeelt. Een heleboel die in slachtofferrolletjes duiken. Het is echt gewoon testen die van me willen stelen. Anderen die graag in mijn schoenen willen rondlopen. Ja, alle tekenen, alles wijst erop. De gedragingen van mensen is allemaal dingen aan het aankaarten. Zelfs gewoon hun karma bij mij willen neerleggen. Met hun zielige verhaaltjes bij me kopen, ik die ze oplossingen geven. Ze gaan weer blij en fluitend door het leven. En ik die dan... beslissingen maken die hun bang zijn om te maken voor gevolgen en karma wat dat weer oproept. Dus dan loop ik erbij en dan zijn hun er weer vanaf. Maar ook gewoon emotionele incest. Want dingen die mensen met hun eigen geliefde of met hun eigen partner of zo moeten bespreken. En helemaal niet hun eigen kinderen of hun vrienden of wat dan ook mee lastigvallen. Ja, als je het in een bredere zin gaat zien. Ja, dat het misschien geen incest meer is. Maar het spelen met de emoties. Het is gewoon mijn feit willen hebben. En dat van hun bij mij willen neerleggen. Of, ze hebben zoveel karma opgebouwd in het leven. En dan denken ze er wel van af te komen. Door dat te doen alsof dat allemaal aan mij ligt. Terwijl met alles wat ik aankaart, de lasten die er is, de verwaarlozing die overal is, het zwijgen,
Ja, het niet helpen, het niet ondersteunen. Nou, ja, ook weer naar justitie toe, die gewoon niet aan het ingrijpen is. En zoveel machtsmisbruik. Ze zijn gewoon echt bezig met bloedmagie, met watermagie, met de aarde. Aarde van graven lijkt wel, alsof ze daarmee ook kwijgeesten naar me willen sturen. Demonen, ik vang dat allemaal wel weer. En tegelijkertijd, het is een heleboel tijdrovend. En ik word er wel sterker van. Ja, op een gegeven moment is iets teleurstellend. Maar als je ziet dat die mensen daarnaar op zoek zijn, dus het bewust aan het doen zijn, dan is het geen teleurstelling meer. Het is gewoon weer, voor hun dan, is gewoon een schaamte. Ik schaam me voor een heleboel mensen waar ik het voor op heb genomen. Die ik aan het helpen was. Die ik in mijn hart had. Waar ik goed over gepraat heb. Terwijl ze dat helemaal niet verdienden. Maar het is echt zielsconnecties verpesten. Andere mensen door deuren laten heen. Of anderen die door deuren heen lopen. Waar ik eigenlijk doorheen had moeten gaan. Mensen die ik had moeten ontmoeten, maar karaktermoord. Ja, anderen die dan leuk met hun gaan doen. En dan slecht praten over me. Zorgen dat ze, weet ik veel, geen interesse hebben. Of al een bepaald beeld van mij hebben. Dus... Oh, andere mensen ook met spirituele gaven die ze dan tegen mij gaan gebruiken, want ze denken dat ik het kwaad ben. Hey, dat ik evil ben of zo. Ik ben in ieder geval niet bezig met hekserij of met zwarte magie. Ik ben allemaal met niks eigenlijk van dat bezig. Ik ben magie. Ja, ik zie steeds meer hoe spiritueel ik word. Ik voel steeds meer met de serafijnen om me heen. En met God in mijn hart. Het is bijna goddelijk royal te noemen. En daarom is gewoon een ekel aan. Dus ze willen dat zelf hebben. Ze willen dat voor hun hebben. En het is niet alleen het internet dat dan met copycats bezig is. Ze zijn echt gewoon met dubbelgangers bezig. Het is niet alleen het plagiaat op internet. Ze zijn hier gewoon ook dingen naar hunzelf aan het zuigen. Of met... valse documenten, of helemaal paspoort die gestolen is, waar iemand anders dan mee iets aan het claimen is of zo. Alles bij elkaar, al die lagen, al die levels, al die dimensies, al die tijdlijnen, al die werelden. Het astrale, de spirituele wereld, het is veel. En ik word er uiteindelijk wel steeds meer de baas over. Elke keer als ik weer... een soort van plafondetje aan het bereiken ben, lijkt het toch elke keer weer dat ik weer allemaal opnieuw moet beginnen. En dat wordt ook elke keer makkelijker en ik ga er sneller doorheen. En mensen willen mij gek maken, maar hun zijn gek aan het worden. Ze willen mij boos hebben, maar hun zijn degene die agressief zijn. Sommige mensen die zijn gewoon verbonden met hel. Dat is ook blijkbaar hoe ze aan hun geld komen, hoe ze hoger opkomen. Vanaf daar zijn ze ook gewoon met tactieken en alles bezig, met de hekserij. Zijn gewoon de abilities en mediumschap en shamanerij zijn ze gewoon voor het slechte aan het gebruiken. Weet ze ondertussen te stoppen hier met de masker, hoger zijn ze het energetisch gewoon aan het verstoppen. En sommigen zijn echt aan het pronken met andermans veren. Het get out of jail ticket for free en dat in al die lagen... Het is ook gewoon waarom mensen in mijn energie willen hangen. Kunnen ze overal mee wegkomen of zo. Het is hetzelfde als
ik wil naar het strand toe met vrienden, dat ik gewoon wist. Zo dicht mogelijk naar het strand toe, want er is een parkeerplek voor ons. En die er ook altijd is. Ja, zoals in meerdere vormen gewoon. Dat wat ik nodig heb, dat is er wel. Dat wat ik wil, als het niet met mijn ego is, maar op zielsniveau, op spiritniveau, dan gebeurt het wel. Dus is er echt een heleboel machtsmisbruik, dan is waar de dingen al vorm aan het krijgen. Zijn er een heleboel connecties verpest, anders was ik al met een heleboel mensen in verbinding. Zo hebben ze ook echt gewoon van mijn vrienden frenemies gemaakt. Zo hebben ze van een heleboel mensen die positief spiritueel waren, hebben ze echt negatieve, echt vijanden van gemaakt. Zo zijn ze echt haat aan het creëren, afgunst aan het creëren, tot jaloositeit aan het creëren. Zo zijn ze een heleboel mensen niet alleen aan het chanteren, maar ook gewoon bang aan het maken. Voor de straf die eraan kan komen. Dus is iedereen elkaar het handje boven het hoofd aan het houden. Ja, mij proberen te verzuipen, de rest gooien ze wel reddingsboeien, zijn ze aan het redden, noem maar op. Zoveel verwarring ook, niet alleen hier, maar ook spiritueel willen doen alsof ze een broer of familie of mijn vader zijn of zo. Heel veel dingen aan het doen om te zorgen dat ik opgesloten word. Ja, hopen dat ik wraak neem. Hopen dat ik tegen iets aan het vechten ben. Of heel agressief dat politie aan de deur komt. Maar ik heb de emoties onder controle. Het is ook niet zonder stoten gegaan. Die bromtoon en daarmee leren leven. En daarmee gewoon met emoties die vrijkomen dat onder dwang zien te houden. Het is geen pretje geweest of zo. Iedereen die maar denkt dat alles heel makkelijk en vanzelf zo voor mij aan het gebeuren is. Ja, ze zijn alles maar aan het vermommen. Ze zijn alles maar aan het weerspiegelen. Alles aan het verdraaien. En na een tijdje dan word je er wel master in. Dus is het wel achteroverleunen. Doe ik het wel met mijn ogen dicht. Wel met mijn handen op mijn rug. En weet ik gewoon welk plan ze opgooien. Waar ze ook mee bezig zijn. Het gaat niet gebeuren. Ja, mijn destiny is voor mij. Mijn lot is niet te veranderen. Ze zijn heel lang overal mee weggekomen. Omdat mijn spirit aan het slapen was. Ja, wat voor mij een spirituele ontwaking gaat. Het is je spirit die aan het ontwaken is. Het klinkt voor veel mensen misschien hetzelfde, maar het is echt niet. Ja, mensen zagen potentie, of zagen mijn auravelden, wisten dat ik een ster zou worden. Ik ga een zoon worden nu. Zoon van God. Ja, er lagen dingen in het vooruitzicht. Rapper, zinger, weet ik al, nee, niks daarvan meer. Ik ga magier worden. Zoveel vergif is echt niet goed. Mensen zijn al lang al betrapt. Dingen zijn al lang al aan het licht. Maar er hangt zoveel verrot. Er is zoveel corruptie. Politie die doet er niks mee. CIA, FBI doet er niks mee. Ja, waar blijft de Rijksoverheid die dan de smerigheid aan het pakken is? Waar blijft de Ricolo? Waarbij een hele vee gaat door een hele instantie of hele afdeling. Maar de cult is groots. En een heleboel die worden ook misleid en verleid. Die denken dat ze voor het goede bezig zijn. Die zijn een slachtoffer aan het lastigvallen. Geen idee daarvan. En ze zijn criminelen aan het beschermen.
Als het nodig is, komen er gewoon nog 7000 video's. Volgens mij is het nu wel de derde video die ik plaats. Al zitten er af en toe ook dagen tussen. Ik denk, ja, dat heb ik al verteld, daar hebben we het al over gehad. De cirkeltjes rond. Nou, wanneer een nieuw level komt, dus gaan we de hele torres, die gaan we door. Er is gewoon veel waar ik niks aan kan doen. Een heleboel dingen is gewoon mijn geboorterecht. Ja, ik ben nou eenmaal magie. Ik ben nou eenmaal beschermd door God. Sommige mensen weten ik gewoon niet wat hun probleem is. Ligt het echt aan hun en kan ik er niks aan doen dat ze een haat hebben of een jaloezie voor mij hebben? Iemand iets niet gunnen, ja, wat heb ik daaraan? En dat een heleboel mensen nergens in geloven, kan ik ook niks aan doen. Maar ze hebben echt gewoon meerdere pogingen gedaan om me kapot te maken. Wat ik echt gewoon met sommigen, hoe het voelde, hoe het ervaarde, dat het echt een poging tot moord leek. Het is gewoon moord. En als ik dan terug ga naar het verleden toe. Misschien is het wel in een vorig leven gebeurd dat ze me hebben proberen te verzuipen. Nou, een heleboel die zijn, als ze op Black Widow zijn ze me gevolgd. Zoveel mensen waar ik gewoon mee opgegroeid ben, die dan ook verraad zijn. Mensen waar ik heel lang mee omgegaan ben, die het allemaal wel best vinden waar ik doorheen ga, want ik praat ook over de platte aarde en vliegtuigstrepen. Het is echt zo harteloos, zo zieloos. En tegelijkertijd geloven ze toch nergens in. Dus vinden ze alles gek wat ik aan het vertellen ben. Is het allemaal maar fictief? Is het allemaal maar folklore? Is het allemaal gekke mensen die in God geloven? Het is echt mijn laatste drie levens. Mensen met deze bij, dus nog twee levens daarvoor is echt zoveel verpest. Door blijkbaar, eigenlijk toch wel mensen die je dan volgen uit de vorige leven. Mensen die iets van je weten. Mensen die vinden dat iets niet voor mij is. Ook al heeft iemand het aan me achtergelaten waar het zelf wil hebben. En dat er dan zoveel hiermee te maken heeft. Zoveel die er weet van heeft. Maar niks kan getuigen zijn, omdat ze allemaal betrokken zijn. Maar 30 minuten bijna. Kan ik nog wat aan plakken? Ja. Voor die 30 minuten volmaken. Voor degenen die wel zo ver komen. Het is echt niet wat het is. Ik maak alles anders naar hoe het hoort te zijn. Want al dat verdraaien, al dat gelieg, al die gierige mensen, al die mensen die geheimen maar verborgen willen houden. Dan gaan een heleboel andere mensen weten wat voor liegbeesten het zijn, tot wat ze allemaal in staat zijn. Dat ze met zoveel machtsmisbruik bezig zijn geweest. Ja, dat ze slachtoffers laten verdrinken en criminelen aan het beschermen zijn. Dat de hele demo-wereld fake is geweest. Dat mensen met hekserij bezig zijn. Echt in het verleden, de heksenvervolgingen. Ja, het keerde nog vraagtekens, twijfels bij, nu niet meer. Ik weet gewoon dat het echt is. En dan verdiep je naar anderen, naar voodoo en naar hoodoo. En dan de shamanen, de Native Americans. Ja, dan kijk je waar het Egypte en hoe die in het namaals geloofden. Kleurt het vanaf alle kanten, kleurt het gewoon in. En blijkbaar zit er dan zoveel in met DNA.
gaan vorige levens, die gaan echt alle kanten op. Dat geen enkel geloof mij kan aanvallen qua bescherming die er ligt. Nou, als je naar 61's kijkt en zo. Maar het in coma liggen. Is toch wel waar ik naar op zoek ben. Of denk, laat me daar nog een droom of nog een spirituele reis. Laat er nog meer ingekleurd worden. Laat nog meer familieleden die al overleden zijn me er wat meer over vertellen. Want daar ben je echt iemand proberen te verzuipen of kan me door mezelf of zo dat kan het verdrinken was. En sloot er meer of heeft iemand meer bad onder water gedrukt of zo. Ik dacht, dan laat ik me wel even het uitspreken, want die heb ik nog niet eens opgegooid. De hele ether is ook is belangrijk voor hier in het fysieke. Dat is hoe dingen goed verspreid worden, de internet, op de ether, het ethernet. Dus wat hebben we dan dat ze met shadow banning bezig zijn? Dat ze rommelen met kijkcijfers. Ik weet niet in hoeverre ze echt alles kunnen verstoppen. Of dat gewoon iedereen die wel IP en bij welk kanaal komt, wel gewoon allemaal video's kan zien. Of dat bepaalde video's wel geblurred worden of weggewerkt worden van bepaalde IP-adressen. Of dat ze misschien zelfs wel kiezen welk IP-adres wel en welke niet. Het is de bedoeling dat ik doorga. God die wil dat de gerechtigheid, dat de justice komt. En als justitie daar niet aan mee wil werken, snijden ze zichzelf alleen maar hun vingers. Moeten ze maar niet bij het corrupte zooitje horen. Moeten ze maar niet denken dat ze boven God stonden. Ja, dingen hebben ook gewoon echt met DNA te maken. Want sommige dingen denk ik dan echt, ben ik echt in een laboratorium geboren? Is het echt of is het draagmoeder dingen? En dan verhalen over een tante die door 4 militairen verkracht was. En een meisje geboren werd. Dat ik dan denk, hebben ze mijn geslacht veranderd? Dat weet ik wel, ik heb veel vrouwelijke energie, energetisch gezien. Maar als ik wel gewoon als intersector geboren ben. En daarom een litteken. Zoveel vragen waar ik allemaal antwoorden op wil. Hoe gevaarlijk de waarheid ook is. En ook echt. Alles openbaar. Zelfs rechtszaken die eraan komen. Ik wil alles openbaar. Ik wil alle smerigheid opgeruimd hebben. En dit gaat niet alleen om mij. Maar vanaf mij. En alles wat daaromheen gebeurt. Liggen zoveel vertakkingen. Het is echt al gebleken hoeveel mensen hiermee te maken hebben gehad. Daarmee gaat niet alleen Nederland bevrijd raken van iets. Dit mag voor mij echt gewoon wereldwijd nieuws worden. Zodat alles naar buiten toe komt. En alles gaat naar buiten toe komen.